Zo, maar dan minder. Hallo, ik ben Lorenzo en ik werk bij Rikkebel als verantwoordelijke voor verwerking. Ik doe ook de coördinatie van sampling van AIA bij Rikkebel. Wat de consument betaalt is uiteindelijk geen belasting, maar een bijdrage. Dus op het moment dat de consument eigenlijk een apparaat aankoopt, betaalt eigenlijk precies voor de logistiek en de verwerking van die apparatuur op het moment dat die zal aftanken. Je kan smartphones gaan verzamelen, maar rijk ga je daar zeker niet van worden. Er zit wel goud in, maar om een goede hoeveelheid goud te verzamelen, ga je toch heel veel smartphones moeten verzamelen. Beter dat dan een professionele verwerkingsinstelling dat doet. Wel, dat zou ik nu niet zo zeggen. Rikkebel is een VZW. Het is een vereniging zonder winstoogmerk. Dus wij houden alles in balans. We zorgen dat de bijdrage die we ontvangen voor apparatuur die op de markt gebracht wordt, dat die in balans staat met alle kosten die we doen voor de verwerking en het transport van dat afval. Nee, dat is een misvatting. PMD, batterijen, elektrisch afval wordt strikt gereguleerd door de gewestelijke overheid. Wordt dan ook volgens de regels van de kunst gerecycleerd en daarvan worden alle resultaten ook gerapporteerd. Nu, het is altijd mogelijk dat individuen een sluik storten of dat ze zich schuldig maken aan illegale export of zo, maar elk van die lekstromen waardoor bepaalde apparatuur kan verdwijnen, dat is eigenlijk illegaal. Slimmer is misschien wel een moeilijk woord om te zeggen dan artificial intelligence. Slimmer is dan een mens. Het komt erop neer, wij gebruiken het voor een samplingproces. Wij gaan met behulp van artificial intelligence gaan kijken wat een bepaald apparaat is als het passeert onder een camera. Dus op basis van de herkenning van een apparaat, weet hij al de inhoud van een apparaat, weet hij of er gevaarlijk afval in zit en dergelijke. Uiteindelijk kan een mens zo'n zaken ook weten, maar artificial intelligence is misschien wel in staat om door het snel bundelen van die kennis bepaalde handelingen efficiënt uit te voeren.